zelf geschaatst? Ik heb vroeger heel veel geschaatst, ja. Ja. Heel veel? Heel veel zelfs, ja. Dus op Noren, niet op kunstschaatsen. Nee. En waar schaatste u dan? In mijn jeugd nog op de ijsbaan hadden we iedere winter, voor mijn gevoel, was er ijs. En later op de kunstijsbaan, in Utrecht onder andere. Ja. Dus, wat heerlijk! Dat is heerlijk, ja. Zou je het wel weer willen? Nou, ik kan het niet meer, omdat ik heb mijn heup gebroken, dus ik durf dat niet meer. Maar het is fantastisch en het zou het mooi zijn als er weer een echte winter kwam. Hè? Dus natuurreis. Ja. Niks boven natuurreis. Ja. Het is wel leuk. Gewoon kaartjes afscheuren en zo. Vind ik wel leuk om te doen. En waarom doe je dat? Ja, eigenlijk omdat ik moet van school en dit leek me een leuke stage. Oh, het is een echte stage. Hoe heet zo'n stage? Een maatschappelijke stage. Vertel eens, kan jij zelf schaatsen? Een beetje. Ik heb het even geprobeerd, maar dat ging redelijk. Heb je vroeger nooit op een slootje geschaatst? Dat wel, maar ik ben het wel een beetje verleerd. Christel en Lorena, jullie hebben schaatsen gehuurd. Ja. En kunnen jullie al een beetje leuk schaatsen? Ja. Nou, laat het dan maar eens zien aan mij. Wat vindt u van zo'n ijsbaan? Ja, wat denk u? Dat is toch geweldig? Ja, voor die kinderen. En dan net die laatste dag van de vakantie. Heerlijk vermaken, hè? Zo, en ik ben hier met mijn kleinkinderen, dus helemaal gezellig. En denkt u dan aan vroeger, toen we nog natuurlijk echt ijs hadden? Ja, natuurlijk. Ik heb wat afgeschaat. Als ik dat allemaal nog in dit jaar moet doen, dan red ik het niet. Al die plassen en Nieuwkoop en ijsbanen, weet je wat, die er vroeger waren. Niet normaal, joh. En lange, strenge winter? Heel lang, ja. Zo 6 weken lang schaatsen. Wat vindt u nou van deze ijsbaan? Ik vind het hartstikke leuk. Was u een schaatser? Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Je vond het te koud? Nou, nee, dat niet, maar het ging niet zo best. Oh, en u? Kon u mooi schaatsen? Ik heb wel veel geschaatst toen ik jong was. Ja. Ja. Ging u vroeger schaatsen? Ja. Maar niet op zo'n ijsbaan? Nee, natuurlijk niet, want toen was er nog ijs, maar nu moeten we toch wat. En voor die kinderen is het genieten. Dus hou zo. Oh, ik geniet met mijn kleinkinderen van het ijs. Ja. En zelf, schaatst u nog? Ja, ik probeer het. Heeft u nu ook schaatsen? Ja, jawel, 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 jawel. Dus je probeert het weer? Ik probeer het weer. En het lukt. Ja. Ja. Nou, deze kan het heel goed. En Nicky, die kan het ook goed. Hoi. Leuk. En weet u, denkt u nog wel eens aan vroeger, toen we nog echt ijs hadden? Want dit is allemaal maar kunst. Ja, daar denken we zeker nog aan. Schaatsen op de singel. Schaatsen op de ijsbaan van Woerden. Heel, heel lang geleden. Jazeker, ja, ja.